Het staat niet geschreven van, als je geen vergunning hebt, mag je niet protesteren. Het staat nergens geschreven. Ik moet water betalen, telefoon betalen, licht betalen, eten, levensmiddelen kopen. Hoe kom ik uit? Ik heb dat u aangesproken. Gaat u of gaat u niet? We mogen hier niet staan. We mogen overal staan. Ik ben gewoon voor alles dat eigenlijk niet goed gaat. De maatregelen van COVID, de beloftes, valse beloften, alles. En ik wil mijn stem laten horen. Maar de politie zegt dat je je moet verwijderen. Dat zegt de politie, dat is dictatuur. En ik bedoel, ik ben geen terrorist. Dus dat is gewoon blij. Ik ben me daar mee moeten nemen. Ik ben me daar eigenlijk mee nemen, maar zo. Iedereen kan zeggen waar ik blijf op mijn punt. Ik ga niet van hier naar buiten. Ik ga op de toog. Ik ga mijn punt, ik ga mijn politie in. Iedereen gaat niet van hier weggaan. Ik blijf wat bij me staan. Je gaat demonstreren. Of je demonstreert. Deze meneer heeft zo'n beetje de leiding, heb ik begrepen. U heeft geen vergunning. Wij vragen u om de plaats te verlaten. Asiel. Hebelief. Ik weet niet waar u naartoe wil gaan. Ik vraag u om de plaats te verlaten. Ja? Vraag Ivan, zit in Martina? Nee, had ik dat ook niet. Dat mag ook. Zie je? Ik mag niet heen om mijn fiets indienen. Dit is onkan, mensen. Ik ga toch indienen. Men gaat me daar desnoods tegenhouden. Ik ga zelf kijken. Ik ga gewoon naar doorlopen, sorry. Beamte, ik kan me niet aanraken. Je mag me ook aanraken. Ik ga alleen mijn petitie indienen. Je mag me niet aanraken met één overtreding. Laten wij... Mag ik even langs? U gaat niet voorbij gaan. Nee. Zie jullie? Okay. Jullie mogen me niet aanraken, duw me, het mag niet. Je mag niet eens duwen. Onze rechten zijn in gevaar. Je bent ook agent, maar je bent eigenlijk ook een burger van een type die uniform. En jullie weten het. Er zijn 30 internationale mensenrechten die in gevaar zijn. Het gaat iets erger worden. Een paar zijn in gevaar. Je mag zelf ook joinen eigenlijk. Ik snap het niet hoor. Ja, ik heb zelf een schip gezegd, maar ik heb zelf een schip. Komt u niet dichterbij. Ik wil ze niet leren. We gaan niet aan de dat toen bezig zijn met u. Ik heb je niet gezegd. Ik werk op opdracht van je meerdere. Ik moet met de meerdere communiceren. Niet met mij. Oké. Als iemand me aanraakt, gaat het escaleren. Ik kan maar recht. Als iemand me aanraakt en me weer gaat stoten, gaat het weer escaleren. Ik geef geen gehoor. Ik geef helemaal geen gehoor. Ik ben vandaag hier gekomen om mijn petitie in te dienen. En ben ik me eigenlijk onthouden van mijn democratische rechten. En dat ga ik niet accepteren. Ik ga blijven komen sowieso. Je hebt de politie wel flink uitgedaagd. Ik heb ze niet uitgedaagd eigenlijk. Ik ben op mijn rechten blijven staan. Je mag me als agent niet eens aanraken zelf. Ik heb alleen maar gesproken en ze gaan mijn dingen inleveren, mijn petitie inleveren. En de politie is me aan het stoten, dat mag helemaal niet. Ik wil die alsjeblieft opschrijven. Ik wil dat ik het niet kan. 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 Ik w
Ik heb het niet gedaan. Aan de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Sandri Kapsantok. Zijne Excellentie, wij burgers van Suriname willen middels deze petitie uw aandacht vragen voor de volgende. Sinds maart 2020 worden wij geconfronteerd met het zogenaamde COVID-19-virus. Echter hebben wij geconstateerd dat de COVID-19-pandemie een andere agenda heeft dan ons wordt voorgehouden. Dan eisen wij met de petitie 1. Terugdraaien van de draconische COVID-maatregelen. 2. Het onmiddellijke wederverkrijgen van ons eerste geboorterecht, het recht op vrijheid en ons democratisch recht, het recht op vrijheidsmeningsuiting, terugdraaien van de verhoogde benzineprijzen en de prijzen van de levensonderhoud en levensmiddelen in de winkels, koersstabilisatie omdat dit een zeer negatieve impact op de totale ontwikkeling van het land en volk heeft, terugdraaien van alle benoemingen van de politieke vrienden en familie, het treffen van de belastingverlagende maatregelen, omdat de verhoogde maatregelen funest zijn voor de samenleving. Aangezien u zich niet houdt aan uw belofte en ondanks de noodkreten uit onze samenleving waarvoor u geen voorschijn te hebben, vragen wij u beleefd het mandaat dat u van de volksverkiezingen terug te geven. Ik ben echt moe. Het kan gewoon zo niet doorgaan. Ik ga verder op staan en dan geef ik u een zodat ze kunnen. Ja? Oké, als u zich verder op wil. Eerst goed, bedankt. Na het lezen van je petitie is de situatie veranderd. Nu moet je wachten, zeggen ze, voordat je het kan indienen. Ego, dat klopt. Ik ga even wachten op je antwoord. Yes. Goedemorgen, ik ben Ruk de Wind, ik ben de griffier. Dus als u de petitie wil aanbieden aan de voorzitter, moet u een afspraak maken. Hij is nu buiten het gebouw. Mag ik uw telefoonnummer? Dan kan ik u dan terugbellen voor een afspraak. Oké. Niet in mijn Surinaamse nummer. Wat zei u? Mijn Surinaamse nummer is beter, 74. Oké, dank u wel. Dit kan niet. Je moet een afspraak maken om een petitie in te dienen. Een afspraak maken. Je doet het volk 1 maand 24 uur vinden. Dit jaar zijn tekie wat je kan aan staat kosten. Je kan het je paaien ook toe. Je dient 1 maand 24 uur bereikbaar te zijn. Maar ga niet bij mensen discussie gaan bij moe. Wat gaan jullie nou doen? Ik ga het niet hierbij laten. Ik ga blijven komen en ik ga blijven doordrukken. Niet stop mee. Is wel jammer voor als je pakken onder de regio nodig. Dictatuur, je wilt niemand ontvangen, je bent geen volle vertegenwoordiger, je bent geen volle president van mij. Sorry. Shame on you, president Santoki. Je bent geen president van mij, gewoon meneer Santoki. Shame on you en de DNA leader ook. Het is error. Het is error. Het is error. Het is error. We moeten respect hebben. We moeten respect voor de man wat nog steeds. Ja, en we gaan overnachten, ja! Ja.